Goed mop. Na ruim 4 maanden heeft Carla uit Leiden een emotioneel weerzien met de Haagse behangkoning John van Zweden. Ze wil hem al een tijdje bedanken voor het opknappen van haar woonkamer. Dit is dus de donkere kleur, groen. Van Zweden kwam in actie toen hij op Radio West hoorde dat zij de straatprijs van de postcode loterij op een haar na was misgelopen. 116.000 euro. Dat is veel geld. Dat is veel geld en daar kan je hoop mee doen. En u kon het ook wel gebruiken? Ja, mijn hele huis wil ik helemaal opknappen. En dat gaat gewoon even niet door. Maar het ging dus wel door dankzij Van Zweden. Binnen een paar dagen zag haar woonkamer er weer tiptop uit. Ik kreeg nieuwe gordijnen. En ik ben nu planten aan het verzamelen, want dit is de jungle. En ik bouw dat uit in mijn huis met allerlei planten. Ik hoor hem daar op de radio zeggen dat er net een vrouw is die de straatprijs is mis heb gegrepen als enige. En toen dacht ik nog, goh, wat zielig. En toen kwam er zo'n verslaggever van jullie, die ging met haar praten. En die zei, en toen hoorde ik van, wat had je gaan doen met het geld dat je gewonnen had? Toen zegt ze, ik had zo graag mijn huisje willen gaan behangen. Ja, dan ben ik behangkoning uit Den Haag en dan hoor ik dat. Ja, dan is denk ik het minste wat je doen kan als iemand net 1,5 ton mislopen of weet ik wat. Om te zeggen van, joh, dan behang ik jouw kamertje wel. Dus ja, zo is het gegaan. Ja, die is jouw open. Kijk eens, een cakey. Ja. Lekker, hè? Helemaal top. Ja, zelfgebakken. En sinds de actie van Van Zweden gaat het na een moeilijke periode best goed met Carla. Ik heb een herseninfarct gekregen en dat is de grootste klap geweest eigenlijk. En dat was ook van 60 uur werk in de week naar 0. En daardoor kom je een heel zwart gat terecht en dan is niks meer positief. En dan kan je alleen maar denken van, nou ja, wat doe ik hier eigenlijk nog? En dan krijg je zoiets van John. En dan, dan denk ik van, oh, goh, ze willen ook wel aan mij denken. Ja. Ja, en daardoor ben ik heel anders in het leven gaan staan. Hoe vind je het om te horen dat het nu zo goed met haar gaat? Ja, dat vind ik nog echt het allermooiste. Daarom zeg ik ook, weet je, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je met niks doet. Eigenlijk, weet je, voor mij een hele, hele kleine moeite. En dat je iemand daar zo blij mee maakt en weer positief in het leven zet, dat vind ik natuurlijk buitengewoon fijn om te horen. Ja.